Heb je gelezen, vrienden? Van Britt Dekker, heb je gelezen? Ja, ik ook. En nu ben ik eruit. Nou weet ik waarom het bij mij in het verleden... Ja, heb je gelezen van die Britt Dekker? Die zegt dus dat de cameramensen zijn bij Expeditie Robinson. En die bieden dus een mars. Dat ding, nee, om te eten, die mars. Die bieden ze aan de deelnemers in ruil voor seks. Ha! Hey. Ja, heb je dat gelezen? Dus, en nu, en dan denk ik aan terug aan vroeger, en dan denk ik, dat is hem natuurlijk. Daarom, en er zijn dus tientallen vrouwen, die zijn dus mijn bed voorbij gegaan, omdat ik dus, ik ging dus altijd heen en uit naar de disco en twisten, weet je wel. Toen ging ik uit, mijn zakken vol, met een nuts, ja, in mijn zak, ja, en met een Milky Way in mijn zak, ja, en een Twix en een KitKat, ja, zakken vol. En dan, hup, en dan ging ik naar die meiden toe en dan zei ik, ja, wil je even met me dansen? En ja, en dan kreeg ik alleen maar dit zo. Maar ja, niet met jou. En ik denk, ligt dat nou aan mij? En dat was natuurlijk heel slecht voor mijn zelfvertrouwen. Dus ik naar huis en ik ging voor de spiegel staan en ik zei, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ja, dat zei ik. En die spiegel, die zei niks terug. Maar, en ik dacht, ja, wat moet ik nou in godsnaam? En wat blijkt nou door de Britt Dekker? Een mars. Een mars is de oplossing. Camera mensen geven een mars voor seks. En ik heb dat nooit geweten. Oh, hoe erg is dat niet? Dat ik nooit aan een mars heb gedacht vroeger. En dan zul jij denken, ja, maar hoe ben jij dan, Harry, hoe ben jij dan aan Jut gekomen? Ja, dat vraag ik mezelf dus ook af. Ik denk ook bij mezelf, hoe is het mogelijk, na dat pijnlijke verleden van mij met al die vrouwen, doordat ik geen mars had, hoe is het dan met Jut toch zo gekomen? En dat heb ik ook aan haar gevraagd nu. Ik zeg, Jut, hoe kan het dat je toch op mij viel? En toen zei Jut alleen maar tegen mij, ja, maar lieverd, ik hou niet van een mars.